Ik sta hierbij. Marel Oltoff. En ik ben 24 jaar oud en ik zwem sinds vanaf mijn 18e bij het Ravijn bij de wedstrijdzwemclub. 10 jaar geleden kreeg jij met het gezin niet zo leuk nieuws. Ja, dat klopt. Toen kreeg ik te horen dat mijn moeder MS heeft. En ja, dat was toch wel een schok, zo zou je het kunnen noemen. En sindsdien probeer ik me echt wel een beetje hard te maken voor sponsoring bij de MS-stichting. Ja, wat voor impact heeft dat op jou en kun je kort vertellen wat MS is? Ja, nou MS is een auto-immuunziekte en het is bij eigenlijk iedereen is het anders. Net zoals je heel veel verschillende soorten van kanker hebt, heb je ook heel veel verschillende soorten van MS. Dat betekent dat de ene heel moe wordt overdag, de ander niet meer kan lopen, moeite hebben met spraak of met zicht. Dat hoort er allemaal bij. En dat gebeurt eigenlijk omdat je zenuwlaag, zoals ze dat dan noemen, de beschermlaag van je zenuwen, die wordt aangetast. Dus daardoor krijg je moeite met die dingen. En wat het dan voor mij betekent, hoe dat impact heeft gehad, is dat ik woon nog thuis, ik ben net uit huis. En je probeert dan zoveel mogelijk te helpen in het huishouden. Zorgen dat je moeder zo min mogelijk moe wordt. Je probeert zo min mogelijk confrontatie op te zoeken op de momenten dat ze moe is. En dat maakt het af en toe wel lastig. Ja. Je gaf al aan dat je zoveel mogelijk ook voor die MS-fonds wilt inzetten. Klopt. Dan heb je een hele ludieke actie op touw gezet. Ja, dankjewel. We gaan het IJsselmeer overzwemmen. Ik samen met 2 anderen. En dat gaat op 6 augustus gebeuren. En dat is 22 kilometer, dus het is best wel een stukje. Dat is 7,3 kilometer per persoon ongeveer. En dat gaan we à la estafette-achtig gaan we dat doen. Dus dat betekent dat ik eerst bijvoorbeeld water in ga en daarna mijn andere 2 zwemcollega's, om het zo maar even te noemen. En daarmee proberen we dus geld op te halen voor de MS-stichting. En al het geld wat nu al binnenkomt, dat gaat daar gelijk heen. En dan hopen we dat we wat bij kunnen dragen aan de genezing van MS. Hoe bereiden jullie je voor? Want het lijkt me toch geen makkelijke opgave. Nee, dat klopt. Het is een 20-weeks trainingprogramma wat we volgen. Wat 3 zwemtrainingen per week betreft. Dan een duurtraining, en wat snellere training, een hersteltraining. En zo proberen we ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de oversteek. En we krijgen straks ook wat meer open water trainingen waar we ons dan echt voor kunnen bereiden op het zwemmen op een meer bijvoorbeeld. Of in wat ruiger water. Toen je het bedacht, had je toen al een streefbedrag in je hoofd? Ja, klopt. Ja, dat streefbedrag wat ik toen in mijn hoofd had, het was een heel minimaal streefbedrag als je kijkt waar we nu zitten. Het was 1500 euro. En nu zit je op? 3.500 euro. Dus Kijk. Het is echt enorm hard gegaan. En ik ben ook super dankbaar voor alle mensen die nu al gedoneerd hebben. Maar het is eigenlijk, het is gewoon nooit genoeg. En we proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de MS-stichting. Hoe kunnen mensen die dit gaan kijken bij de Hoi, hoe kunnen ze doneren? Nou, op de site van van de MS-stichting is een mini-siteje voor ons aangemaakt. En dat heet Zwemmen tegen MS. En daar kunnen mensen doneren. Daar zien ze ook mijn foto bovenop zo groot staan. En daar kun je ook nog wat informatie lezen over hoe we het allemaal aan gaan pakken. Dus dat is misschien leuk om in de gaten te houden en te kijken. Ik wens jou, je vriendin en je vriend heel veel succes met deze actie. Dankjewel. En tegen die tijd komen we er vast nog wel even op terug. Is goed, bedankt.